De politie is maandagavond uitgerukt omdat er mensen op het terrein van Electrabel rondliepen. Dat is verboden en bovendien levensgevaarlijk, zo waarschuwt de politie Nijmegen-Noord op Facebook. Waag je er niet aan, zelfs wij gaan als politie niet zomaar naar binnen. Volgens de politie zitten er bij de oude kolencentrale gaten in de vloer die niet goed zichtbaar zijn. De contragewichten van liften worden vastgehouden met staalkabels die bijna versleten zijn en ook hangen grote betonnen platen los aan de muur. Electrabel werd in 2015 gesloten en het pand wordt nu langzaam gesloopt.